Goedemorgen, welkom bij het startpunt van de 7e etappe van het Nederlands Kustpad bij Zeelanden, Port Zeelanden bij Zeeland. Wij gaan beginnen met de route, loop lekker mee. Paadje achter het hek. Het is alleen de wind die zo'n lawaai maakt. Het is de wind in de masten en de tuien en de vlaggetjes. Wat een lawaai zeg. Soms zie je pas als je omdraait wat een mooi uitzicht je hebt. Als je vooruit anders of niet gezien hebt. Dit vind ik wel erg mooi, al die masten. Er is een lucht die gekleurd is, dat de zon probeert doorheen te komen, wat niet helemaal lukt. Schitterend toch? En laatste blik op Port Zeelanden. Nemen wij afscheid van dit stuk eiland in de Brouwersdam. En gaan we weer verder de Brouwersdam op zometeen. Officieel volgens de paarse lijn van de GPS moeten we aan de andere kant van de spoorbaan lopen. Dus op de asfalt daar. Maar dit is natuurlijk veel leuker. Dus ik blijf liever even aan deze kant. En als het echt nodig is, kan ik zo oversteken. Links-rechts kijken bij het spoor natuurlijk. Het is een ontzettend drukke spoorbaan. Not. Dus dat komt wel goed. En hier heb ik een mooi uitzicht op het Grevelingenmeer. Wat een groot meer. En daar rechts voor ons zien we al de kust van Goeree over Vlakkee. Nou, we zijn op het eiland Goeree over Vlakkee aangekomen. We lopen hier door een klein bosje en Grevelingen de punt. Lekker om even weer uit de wind te zijn na de lange dijk. We lopen hier langs het trammuseum. Mooi hoor. Oude trammetjes. In deze 7e etappe die gestart is in Port Zeelanden lopen we inmiddels op Goeree over Vlakkee door een bos. Heerlijk. Weer wat mooier dan, weer wat anders moet ik eigenlijk zeggen, dan de Brouwersdam. Die was ook prachtig. Maar je wil ook wat variatie. Dit is hartstikke goed. Wat bos en we gaan wel zien waar we in vervolgen. Nou, dit is een beetje jammer. Een paadje waar geen toegang is vanwege kwetsbaar natuur. Terwijl dat wel de route is die de GPS aangeeft voor het Nederlands kustpad. Dus ik moet even kijken hoe ik hier omheen kom. Dit is de eco-punt. Allemaal huisjes die er allemaal duurzaam uitzien. Veel hout. Zo zijn we volgens mij weer op de route. Grevelingen de punt. Hier mogen we wel in, zolang we niet met honden, paarden, gemotoriseerd vervoer zijn of na zonsondergang. Nou, ik zie hier even geen markeringen meer van het Nederlands Kustpad of een andere LHW. Oudelandse Zeedijk, oké. Nou, ook al zitten we niet meer op de Brouwersdam, we hebben toch nog steeds de Grevelingenmeer aan onze rechterhand. En het zonnetje wil er doorkomen. Probeert het.
waaien we Ouddorp in. Ik ben benieuwd of dat dorp altijd zo geheten heeft, of dat het vroeger Nieuwdorp heette of een heel andere naam had. Ik kan je toch niet voorstellen dat ze een dorp maken dat het gelijk al Ouddorp heet. Tenzij oud iets anders betekent dan lang in de geschiedenis terug. Ja, wel lekker zeg, even uit de wind. Nou, we lopen nog in Ouddorp. De zevende etappe is hier nog niet afgelopen. Maar ik maak hier wel voor vandaag een einde aan deze zevende etappe. Hij loopt eigenlijk nog door naar Goede Reden. Dat ga ik een volgende keer verder oppakken. Voor nu zeg ik tot de volgende keer. Leuk dat jullie gekeken hebben. En loop volgende keer gerust mee. Of kijk weer mee. Hartstikke leuk.